Ja. Jill? Ja. Hi. Hi. Het is tijd voor de Jill Evers quiz. Ik zag hem staan. Ja, jij zag hem staan. Wat heb ik gedaan? Ik heb een beetje in de geschiedenis van Jill Evers ben ik gedoken. Oh god. En op internet staat altijd heel veel. Ja. En het allerleukste is natuurlijk als er een fragmentje bij zit. Een video of audio of iets dergelijks. Nou, de hek zat. En daar ben ik inderdaad wel uitgekomen. Ik heb een aantal fragmentjes. En aan jou is de vraag, wat doe je daar? En nou ja, vertel maar gewoon even wat erover. Laat een beetje de mensen een beetje kennis met jou ik laten maken. Ik ben heel benieuwd waar je mee bent gekomen. Ja, ik ook. Fragmentje 1. Weet je nog wat dit is? We zitten op dag 3 en ik denk dat ik morgen geen stemmer heb. Maar... Ja, en de hoezo mensen morgen? Die natuurlijk vaker RN7 kijken, die kennen jou misschien wel van de aanloop. Daar was je ook te zien. En toen ging het over het bier dat helemaal op het dak stond. Ik hoe weet doe het je dat nu? Precies. Ja, nu is het bier dus op het dak. Ja, je weet het. Ja, dit was bar 2. Bar 2. Die meiden. En ik weet namelijk nog dat de dag dat wij dit gingen filmen met de aanloop, toen kon ik niet. Om een hele domme reden, maar kon in ieder geval niet. Ja. En toen ben ik maar gewoon live naar die meid toe gegaan. Dus ik zo, oh ja, ik ken jou. En zij, ik jou niet. Want ik was daar niet. Ja. Dus dat was wel leuk. Maar ze was gezellig en ze had geen stemmen. Dus dat is ook altijd wel grappige ja, content. Okay. Dus tijdens de vierdaagse van vorig jaar was dat, hè? Ja, ja. Kijk, hartstikke gezellig natuurlijk. Dat ik daar zelf een stem heb, dat is echt... Een wonder. Een wonder. Ja. Nabewerkingen. Nabewerking. Ja, toen het leven nog goed was en we nog een vierdaagse hadden. Ja, precies. Fragmentje. Oh, yes, weet je wat wel grappig is eigenlijk? Ik zit nou te denken. Nou. Ik had precies hetzelfde idee om dit te doen. Alleen ik was echt te lui om al die fragmentjes op te zoeken. Oh, nou, dan heb ik het. Wel leuk dat jij het hebt gedaan. Volgens mij is het bij mij super makkelijk hoor, want ik heb niks op privé of. Nou, het valt op zich wel best tegen hoor. Want, ja, ja ik kon inderdaad best veel dingen vinden van de vierdaagse, maar ik wilde eigenlijk ook wat daarbuiten ja, zoeken. Veel foto's zou ik denken ook. En niet echt video's. En... Ja, oh, dat is het vooral. Maar we gaan nog heel even rustig en daarna heb ik een hele leuke. Dus dan ben ik echt benieuwd of je weet wat het is. Ik denk dat ik al weet welke het wordt. Oké, eerst even deze. Wat is dit? Wat staat er op de planning voor jullie? Ja, heel veel nog. Heel veel festivals nog. Zwarte Cross vrijdag, hoofdpodium. Dus dat is ook super vet. En ja, najaar nog een hele tour die is uitverkocht. En we houden ons wel bezig. Ja. Oh, klinkt lekker hoor. En vanavond, wat staat er zeg maar op jullie repertoire voor vanavond? Wat kunnen we verwachten? Een hoop eigen werk en misschien nog wel een verrassingje her en der. Voor de voice-kijker. Ja, voor de voice-kijker. Ja, nou. Dat was echt een drama. Ik weet niet meer hoe deze band ook weer heet. Jezus. Weet je dat ja, niet meer? Nee. Die ene de laatste, Nijmegen-band. Ja, die laatste was een beetje het grootste. Van de voice, daar had hij het over. Hoe de, het is ook een voetballer. Geen is dat idee. Zo, ja? Weet ik niet. Neverone, trouwens. Ja, okay, Neverone. Maar ja, het was een heel leuk interview. En ik weet nog dat ik hier een hele rare vraag stelde. En toen bleek ineens dat zijn vrouw zwanger was. En kwamen er allemaal inside info. De vrouw van de gitarist die lag te bevallen op dat moment. Oh, dus toen kreeg je letterlijk die inside info. Al. Ja, en het was een heel interessant interview. Volgens mij dachten ze ook, wat heb ik nou dan voor me staan van meid? Maar het was gezellig. Was gezellig. Oké, Neverone. Dus derde fragmentje. Yeah, it was crazy. I love it. I love the audience. Die moet erin. Crazy, crazy. Everybody was out of his fucking mind. It was crazy. I love it. I love it. Oké, en nou in Nederlands voor onze minder begaafde kijker. Ja, voor de minder begaafde kijker. Dit was één grote. De andere 90%. Dit was echt niet oké. Waarom niet? Dit was met Criss Cross Amsterdam. Ja. En ik weet het niet uit feiten, maar ik had het idee dat ze misschien wel het heel erg gezellig hadden gehad tijdens hun optreden. En we waren klaar en het hele interview ging helemaal nergens over. Het ging alleen maar over, ja, als we gaan stappen in Nijmegen, mogen we dan bij jou blijven slapen? En ik zat er maar een beetje tussen drie halfdronken mannen. Ja, ja, ik heb dus dat ik gekeken. Weet het ook niet meer. En ik had inderdaad wel echt flink het idee dat ze echt flink gezopen hadden, maar echt heel erg. Ja, nou, ik wil het niet stellig zeggen. Maar dat idee had ik ook. Ja, maar hoe lang was dat na die show dan? Ja, echt na een half uurtje. Want ze hadden, zeg maar, ze kwamen naar beneden en ze hadden een persmoment. En er waren allemaal van die meisjes en dingen. Heel apart. Duurde maar en duurde maar. Ja, okay. Dat en ook. Echt heel Nederland mocht voor ons. Zo'n beetje. Snap ik ook wel. Okay. Nee. Maar het was wel heel gezellig. Oké, okay, top. Maar jij hebt nu best wat mensen gesproken. Even om de vierdaagse af te ronden. Wat is de allerleukste artiest die je hebt mogen interviewen? Oeh, ik denk... Ja, ik vond Sineke wel heel leuk. Want die was heel erg, zeg maar, open. En die had alle tijd. En dat was gezellig. En natuurlijk Benny Solo. Ja, natuurlijk heeft Sineke alle tijd. Ja, dat was... Ik werd nog publiek en gestuurd om Polonaise te doen. Toen moest ik op het podium al zijn merchandise tegelijkertijd aan. Het was één groot feest. Maar, kijk, top. Het laatste videootje wat ik van jou heb gevonden. En nu is ook weer de vraag, wat is dit? Ik zie mezelf al een leven als vlogger doorgaan, hoor. Ja, dat is wel leuk, toch?
Een levensklokje. Oh, stop! Ja. Oh, meneer, mogen we door? Ja? Oh. Yes. Zo, Roos. Oh, dit was het begin van mijn carrière, zoals je hoorde. Go, girl. Go, girl. Ik ben hier een vriendin wodka gemixt met wodka aan het voeren. Maar ja, dit was onze allereerste reis, geloof ik, naar Calea met vrienden. Ja, we weten allemaal hoe dat gaat. Wij durfden nog net niet naar Salau en Lorette Mar, dus wij gingen 50 kilometer verderop zitten. En hier is mijn vlogcarrière begonnen. Het is nooit echt wat geworden, maar... Oké. Ja, ik zat er te kijken en ik vond het prachtig. Ik denk van, ja, dit moeten we natuurlijk gewoon gaan gebruiken, dit materiaal. Ja. Hè? Ja, ik ben goed dronken, dat is af te zien op de video. De hele vakantie was alleen maar zo. Dus ja, volg me allemaal op mijn YouTube-kanaal. Jill Ever, met een mooie profielfoto. Een hele mooie profielfoto. En twee volgers. Au, pijnlijk. Nou, wel echt een perfecte gast van hem voor de weekend op die manier natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja. Als er wat drank in zit. Ja, ja, oh, precies, God. Precies. Over drank gesproken... Oeh. We hebben straks een drankspelletje. Twee trouwens. Oh, de twee. Ja, dus als je thuis mee wilt doen, zet de drank vast klaar. Ja, dan gaan we dat zo meteen ook even doen. En dan gaan we nu inluiden dat het weekend is begonnen. Toch? Of wil je nog wat zeggen? Kijk, heel goed. La 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 la. Ja, prachtig, prachtig.